Oké, we gaan naar boven nu. Via de mooie grote trap. Nog eventjes hier laten zien, trappenhuis. Dan hier rechts naar de slaapkamer. Dit is een slaapkamer met twee eenpersoonsbedden tegen elkaar. Die kunnen eventueel nog van elkaar af als er twee kinderen in slapen. Hier een mooie grote kastenwand. Gigantisch veel ruimte. Helemaal tot aan het plafond. Lades en kasten. Geweldig. En dan daar het raam. Stoelen. Dan gaan we hier de overloop op. Dan zie je hier links al de trap. Nog de bovenste verdieping, maar we gaan eerst even hier naar de badkamer. Hier wordt nog even druk gewerkt. Als je hier bovenin ziet, dat is voor de boiler, zonneboiler die op het dak staat. Dat moet nog even afgewerkt worden. Hier heb je dus ook wastafel. En kastjes. En hier het bad. Oké, we gaan nu naar boven. Vergeten de kamer. Oh nee, ja, sorry. Vergeten de kamer aan de voorkant. Oké. Nou, dit is de kamer met twee persoons bed. Weer een hele grote kastenwand. De kasten van beneden tot aan het plafond. En hier kijken de openslaande deuren. Met de gordijnen. En uitzicht. Over het resort. Nog even open doen. Hier loop je het balkon op. Dan staan we hierboven. Prachtig uitzicht. Oké. Dan gaan we weer binnen. En dan gaan we naar de badkamer, hebben we al gehad. Nu gaan we naar boven. Weer grote. Kijk, nu zijn we dus nog niet klaar. Want er komt nog een tussenafscheiding. Hier staan twee bedden. En dan precies op de naad van de trap, daar komt metaal met melkglas op een bepaalde hoogte. En dan staan er dus nog twee bedden. Dan kijk je inderdaad het trappenhuis zo in. Oké, en dan komen we hier bij de deur die naar buiten gaat. En dan kom je op het dakterras. Het moet ook nog allemaal schoongemaakt worden. Dat wordt geschuurd hier die randen. En dan wordt het helemaal in de zachte roze kleur weer opnieuw gesausd. Daarbovenop zie je de zonneboiler die van de week geplaatst is. Dus we hebben geen elektra, maar wel warm water. Heel apart, hè? Maar goed, we zijn er wel heel blij mee. Een nieuwe lamp. Oké, dan nog eventjes daar de zee. Kun je heel goed zien vanaf hier. En dan daar opzij zie je het parkeerplaatsje. Met ook een ingang van het park. En
Nou, dit was eventjes een route door het huis. Ik hoop dat je het goed hebt kunnen zien. Doeg!